In deze opstelling maak ik gebruik van een groen en blauw scherm. Het groene scherm achter me is een groene rol karton en het blauwe scherm is een plank die ik blauw heb geverfd. Je kunt ook een muur groen teksten, dat maakt niet uit. Op deze manier kun je allerlei onderwerpen op een compacte en interessante manier presenteren. Of je nu iets wilt vertellen over de aarde, over het Mongoolse volk, of een biologieonderwerp als pinguïns, de Himalaya, de Chinese overheersing in Tibet, of iets over muziek. Deltawerken of windenergie of het kitesurfen, wat je dan ook tegenkomt. Een instructie voor het beklimmen of afzeilen van bergwanden, het maakt allemaal niets uit. Deze manier van presenteren is zeer dynamisch en heeft een hoge impact op de kijker. Dit heeft tot gevolg dat alles wat op deze manier wordt gepresenteerd door een docent zeer goed wordt onthouden. Mens is erg visueel ingesteld. Je kunt in een korte tijdspanne veel relevante informatie laten zien over een onderwerp en de samenhang tussen theorie en praktijk in beeld brengen. Deze zomer heb ik een bezoekje gebracht aan de stranden van Normandië. We hebben het hier over een onderwerp voor geschiedenis of aardrijkskunde. Als je de stenen op de stranden bekijkt en er vervolgens eens overheen loopt, dan schiet dat niet erg op. Kijk je naar de enorme rotspartijen die je overal ziet, dan denk je toch onwillekeurig aan de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog Europa hebben bevrijd van het juk van de Duitse overheersers. Zij vonden de moed om Europa via deze moeilijke weg te bevrijden. Ongeveer 4500 geallieerden vonden de dood bij de strijd voor een vrij West-Europa. Het was voor de Duitsers gewoon prijsschieten op die plaats. Toch zijn de stranden van Normandië expres gekozen omdat ze zo moeilijk toegankelijk waren. De Duitsers verwachten eigenlijk niemand via die zijde. Aan het einde van de invasie telde men trouwens 11.000 doden aan Duitse zijde. Daar heb ik wel van staan te kijken. Met een knip van mijn vinger kan ik de beelden die je nu ziet omwisselen. Het is maar wat je wil laten zien. Autotechniek is ook een prachtig vak. Vaak wordt het vak geromantiseerd door jongens en meisjes die voor het vak kiezen. Je moet onder andere leren hoe een verbrandingsmotor werkt, hoe de elektronica werkt in een auto enzovoorts. Het rijden van Parijs-Dakar is daarentegen maar voor enkele weggelegd. Graveren, een onderdeel van frezen, is ook een discipline die leerlingen moeten leren. Op school leren we bij het vak technologie een tekening maken in 2D. Deze tekening wordt met behulp van een computerprogramma omgezet in een taal die begrepen wordt door een computergestuurde machine. Deze machine maakt het product automatisch, net zo vaak als je wilt, met dezelfde precisie. Er wordt getekend in 3D, iets wat we zelf ook gaan doen. Ook die tekening wordt vertaald naar een machinetaal en vervolgens wordt het getekende product door een meer als computergestuurde machine vervaardigd. Je ziet dus dat beide processen identiek zijn. De machines in de praktijk zijn echter een beetje groter dan die in de klas. Je kunt ook iets laten zien van een orkest. Bekijk het instrumentarium en laat horen hoe het klinkt. Ook kun je naar de hand een videoclip laten zien van een aantal kinderen in een klas die een instrument spelen. De zang in deze clip is opgenomen voor een greenscreen
En met editor van de film is daar een cafeetje van gemaakt. Mooi toch? Bij natuurkunde kun je opname maken met een high speed camera. Je krijgt dan slow motion opname als je deze op normale snelheid afspeelt. Goed voor bewegingsstudies dus. Ik hoop dat deze korte impressie een indruk geeft van de impact die videobeelden in een les kunnen hebben en wil hierbij een ieder aanmoedigen om zijn lessen op deze manier te verlevendigen.